Nieuw bij New York Pizza. Rendierpizza. Met echte stukjes rendier. Is toch lekker. What? That's crazy. De rendierpizza. Ik vind het erg jammer dat kerst is geweest en ik de rendierpizza niet kan reviewen met echt rendiervlees. Ik zag op het internet al heel veel mensen helemaal boos worden van ja, dat kun je toch niet maken, echt rendiervlees. En dat was eigenlijk ook de eerste gedachte die in mijn hersenen naar boven kwam. En toen dacht ik, wacht, super hypocriet dat ik zeg koeien, varkens, die eten we allemaal op, maar een rendier? Nee, sorry, sorry gast, dat ga je toch niet eten? Wat is het verschil? We eten sowieso gewoon beesten die we doodmaken en dat stoppen we op onze pizza en onze bek. Ik heb alleen het gevoel alsof de rendierpizza qua reclame niet echt een succes was. Het is een beetje schokkend, de reclame ook van de kerstman en zijn rendier is weg en dan ha, hij zit op je pizza. Het is schokkend, maar ook gewoon een beetje goor. Ik heb dus daarom een nieuwe slogan verzonnen voor de pizzabedrijven. Hij is heel schokkend, maar niet goor. Niet gaan haten, want stoute woordjes en zo. Oké. Hier komt mijn idee voor de nieuwe pizza slogan. Niet boos gaan worden, massaal disliken. Het is gewoon even puur vanuit een marketing standpunt. Wat nou als de New York Pizza op de Domino's een pizza maken met als slogan kankerlekker? Dan denkt iedereen, wow, dat kun je niet zeggen. Maar misschien als het waar is. Misschien is hij wel echt. Dus dat. Rick, wat heeft die pizza rendier nou eigenlijk met deze review te maken? Ik wilde gewoon eventjes aantonen hoe pizzabedrijven steeds lijpere shit aan het doen zijn. Als een soort reclame stunt slash concurrentie slash bullshit. Zo heb je nu wel pizza's met worst in de rand en kaas in de rand en oh, natuurlijk hebben wij een pizza met chocolade. Het gaat allemaal steeds verder, totdat wij een pizza hebben met kleinere pizza's erop. Voor mij bestaat dit al in Amerika, een pizza met kleinere pizza's. Maar hey, in Nederland is het nog niet zo ver, maar de eerste stap is alweer gezet. Ik presenteer met gepaste trots de Domino's Pizza Cheeseburger. Het is een pizza cheeseburger. Er zit er geen cheese. Ik kan hem beter gewoon laten zien. Hij is echt, het is geen pareltje. De meeste pizza's zien er echt gewoon uit van, oh my god, deze wil ik eten. De pizza cheeseburger, not so much. Je ziet vooral gewoon losse stukken gehakt erop zitten. Echt duidelijke klompjes met saus. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Ja, er zit gewoon los echt stukjes saus op. Er zit augurk op, wat toch wel een eerste keer is voor augurk op pizza, denk ik. Voor de rest ui. Het is voornamelijk ui, augurk, tomaat. Ik denk een soort kaassaus. Ik weet het nog niet. Pizza cheeseburger is zo'n typische pizza waarvan ik denk, ja, ik ben bij de Domino's. Die hebben hele lekkere pizza's. Nou kan ik een pizza cheeseburger nemen en een gokje wagen. En als ik geluk heb, is die net zo lekker als de normale pizza's. Of ik neem gewoon een normale pizza en die is sowieso lekker. Dus daarom, speciaal voor jullie, probeer ik hem eventjes, kan ik zeggen, nou, dit is de moeite niet waard. En dan kan jij gewoon normale, wel lekkere pizza's eten. Geen moeite, abonneer, doe een duimpje omhoog. Oké, dan. Laten we er even lekker eentje pakken. Het is sowieso, ja, het is al een beetje koud, want ik heb hem helemaal op de fiets mee moeten nemen. Maar dat zal ik zeker eventjes in mijn review buitenwege laten. Hij ruikt wel gewoon echt naar een hamburger. Maar of het nou echt een voordeel is, daar ben ik nog niet helemaal uit. Oké, ik ga hem gewoon in mijn mond stoppen. No further ado. Ja. Het is op een bepaalde manier wel lekker, maar niet op de normale pizza manier van gewoon lekker kaas en een beetje vlees en een beetje zoutig. Het is echt gewoon alsof een hamburger en een pizza een kindje hebben gekregen. En ik weet nog niet zozeer of ik dat kindje heel erg waardeer, maar het is in ieder geval niet heel goor. Dat is in ieder geval een goede eerste stap. Hij is sowieso veel lekkerder dan verwacht, dat geef ik hem sowieso al, dus klein applausje voor de cheeseburger pizza. Het is geen volledig mislukt experiment. Nog niet. Na een paar hapjes kom ik wel tot de conclusie dat de smaak van augurk, die domineert heel erg. De ui proef je eigenlijk bijna niet. Het is meer gewoon alsof je een normale pizza hebt met gehakt. En daar nog even een paar stukjes hele krachtig smakende augurk overheen gooit. Dan kom je redelijk dichtbij de smaak van deze pizza. Ik zelf hou heel erg van augurk, dus dan is het een voordeel. Als je niet zo van augurk houdt, is deze pizza sowieso niks voor jou. Want er zit augurk op. Ja. Het heeft wel wat. Het is wel een leuke pizza om
een keer te halen. Maar op het moment dat jij zegt, yo, mijn lievelingspizza is pizza cheeseburger, dan ben je wel echt gewoon fucked up hier, zeg maar. Als we voor het leger een soort test moeten doen van welke mensen zijn mentaal goed en welke niet voor het leger, kunnen we vragen, yo, wat is je lievelingspizza van Domino's? En als je zegt, ja, cheeseburger pizza, dan ben je af. Dan mag je thuis blijven. Het is zeker niet de beste pizza die ik ooit geproefd heb. Als je bij de Domino's bent, ik raad je aan gewoon lekker iets met pepperoni of salami te nemen. Die zijn erg lekker. Het is wel echt erg machtig. Iedere hap is echt gewoon een kleine smaakexplosie in je mond. Een kleine gecontroleerde C4 kneepbom smaakexplosie. Ja, het is oké, maar ik kijk echt naar alle andere puntjes en ik heb zoiets van ja, ik heb niet heel veel zin om dit nog op te eten. En als iedere andere pizza in de wereld was, nou, dan wist ik het wel. Dus ja, dat eigenlijk. Ik geef hem een 5,5 voor de moeite. En omdat hij best oké is. Abonneer op Serpent Gameplay voor meer pizza reviews. Doe een duimpje omhoog.